Het is niet meer hetzelfde Vlaanderen sinds een paar dagen. Die betonstop is toch eigenlijk wel een heel moeilijke beslissing van de Vlaamse regering. Ze zijn daar ook al jaren aan bezig. Ik wil dat zeker ook niet recupereren. De bouwmeester bepaalt het ruimtelijk beleid niet in Vlaanderen. De bouwmeester is een denktank van 15 mensen. En wij mogen alles vertellen omdat we niets te zeggen hebben. En dat is heel belangrijk, dat we die Robin Hood-positie koesteren. Omdat wij ballonnetjes kunnen opladen, omdat wij fouten kunnen maken, slimme dingen zeggen, domme dingen zeggen. En het beleid doet daarmee wat ze denken dat politiek en electoraal haalbaar is. We zijn een beetje de dochter van de familie. Hè. Als een koppel, een van de twee rookt en de ander niet, die partner zegt, schatje, je rookt te veel, dan is de ruzie in mijn haar. Als een huisarts dat zegt, dan is dat verteerbaar. Dus we zijn een beetje de dochter van de open en de bebouwde ruimte. En in die zin kunnen wij allerlei adviezen geven aan de overheid, maar wij worden zeker niet systematisch gevolgd. Ja, af en toe moeten wij incasseren en doen ze iets anders. Dat hoort bij het spel. Wat ik fundamenteel zou willen bespreken vandaag is eigenlijk een beetje wat eronder ligt. Wat is je mensbeeld? Wat is je relatie tussen mens en ruimte? En wat kan dat nog zijn in de toekomst? Want we zijn verdorie toch al een hele tijd bezig met structureel antropocentrisme. Het is allemaal voor ons en voor een stuk moet je daar soms misbruik van maken. We spraken er nog net over. Als je een natuurgebied maakt en je maakt niet een klein stukje ontsluit daar voor bezoekers, dan ziet de maatschappij niet wat jullie aan het doen zijn. Maar als je de maatschappij laat doen, dan willen ze alles kunnen bezoeken en zijn de beestjes terug weg. En dat is een beetje onze reflex. En we zijn als kleuters die witte sneeuw zien en we gaan er direct alles in stampen tot de witte sneeuw bruin en smurrie is geworden en zeggen, jubius die witte sneeuw. En dat is een beetje wat wij met natuur als maatschappij, als soort op de planeet toch al een paar eeuwen aan het doen zijn. Dus het idee vertrekt eigenlijk van het soort van primair belang van ruimte. En niet alleen voor ons, want ecosysteemdiensten, dat is ook zo'n belangrijke redenering, die spijtig genoeg opnieuw de natuur ondergeschikt maakt aan de mensen. En dan krijg je mensen die het Amazonewoud alleen maar willen redden in de hoop dat ze daar ook nog een kankermedicijn aan vinden. Dus we zouden ook een stukje natuurrechten moeten kunnen toekennen zonder dat die daarom ten dienste staan van ons. Dat is al een reflex die voor heel wat maatschappijen heel moeilijk is. Ik ben eens kritisch door de Sustainable Development Goals van UN Habitat Quito gegaan. En van de 17 pictogrammen en bijbehorende teksten zijn er 15 antropocentrisch. Voeding, gelijke kansen, vrouwenrechten, opleiding, allerlei dingen. Ikke. En dan op het einde, oh, bijna vergeten, oceanen en ecosystemen. Twee rapporten bijgeplakt, zodat je denkt van. De planeet is schandalig overbevolkt. We zijn met 7, 8 miljard, we gaan naar 11. In de Guardian 2 maanden geleden stond dat leefbaar niet, maar florissant, een bloeiende planeet met een rijke nieuwe toevloed van biodiversiteit, dat zou pas kunnen tussen de 2 en de 4 miljard mensen. Dat is tussen een kwart en de helft van ons aantal vandaag. En ik hoor nu in Habitat niks zeggen over bevolking. En UNICEF doet een aantal kindjes bij. Dus dan denk ik van, de essentie is blijkbaar nog altijd onbespreekbaar. Te veel mensen, ten eerste, en ten tweede te veel bodemgebruik. En UN Habitat is volledig bezig met, yes, we have the green technology to make our economy clean. En dan denk ik van, die goed nieuws zou die moeten stoppen, want we zitten gewoon muziek te spelen op de Titanic en het enige wat men doet is kijken of het kostuum van de muzikanten een biodegradeerbare vezels gemaakt heeft. Ik denk dat het ergens anders begint te liggen. We hebben niets anders dan dat blauwe knikkertje hier. En we delen dat met 8,7 miljoen andere soorten fauna en flora. En iedereen is dit debat aan het voeren. Smeltende ijskappen, arme ijsbeertjes. Dit is street art. Dat is een graffiti kunstenaar die dat net op de gedeerde lijn van een gebouwde normaalwisser voor dit water moet staan. Dit is geen overstromingsdrama. Dit is street art. Ik zeg niet dat debat zinloos is. Hè. Er is wel degelijk een klimaatprobleem. Als je hier bekijkt wat het CO2-gehalte in de atmosfeer is, dat is gemeten op de kaart op de hoogte. Daar komt de wind onbezoedeld van Zuid-Amerika. Dus dat is geen stad of industrie die atmosfeer bevuild heeft. Dat is heel representatief voor het gemiddelde CO2-gehalte van de planeet. En dat gaat lineair naar boven. Hè. Dat is van de jaren 90 tot vandaag. Er is nog geen begin van asymptotische afbuiging te zien. Dus er is wel degelijk een CO2-probleem. Maar als we alles blijven axeren op klimaat,
en op rotsmolen en op zonnepanelen en windmolens en passief bouwt, dan zijn we de meest klimaatneutrale manier aan het ontwikkelen om met z'n allen samen de planeet volledig vol te bouwen met groene gebouwen. Gelukkig doen jullie iets anders, hè? Jullie vrijwaren een stuk van de planeet. Dus ik heb eigenlijk hier mijn sterkste bondgenoot in de zaal zitten vandaag. Normaal heb ik altijd een eindje op het einde van een lezing te zeggen, neem een half plaatje papier. En dat zal hier niet nodig zijn, jullie weten eigenlijk voor een stuk al wat ik ga zeggen. Het is een bekend schema, de planetary boundaries. Elke stal heeft een maximum aantal varkens, heeft een maximum hoeveelheid oververhitting. En dan is deze cirkel het tipping point waar buiten het systeem instabiel wordt. Bijvoorbeeld overbemesting met fosfor en stikstof is erg. Zeer mooi teruggedrongen hier. Gassen die overgaan, dat is het. Onze spuiters en onze koelsystemen zijn geen freon meer in en geen andere chloorvloer, koolwaterstoffen. Dus dat gaat de goede kant op. Dat is heel mooi teruggedrongen. Verzuring van de oceaan is ook exponentieel aan het stijgen. Genetische diversiteit gaat zeer snel achteruit. Climate change, we zijn nog niet aan het tipping point dat de opwarming zelf nieuwe opwarming begint te maken. Maar we zijn er niet ver meer vandaan. Dus systemen kennen grenzen. Waar boven en waar buiten het systeem instabiel wordt. Land use is dus een van de belangrijkste grenzen die in het debat vandaag voor mij totaal onderbelicht is. En dit is een boeiende kaart. We zijn sinds een paar maanden in een officieel nieuw geologisch tijdvak. We zijn in het Anthropoceen. En de Wereldraad van Geologen heeft erkend dat dit tijdvak zo heet omdat de Anthropos is het Grieks voor de mens. Dit is het tijdvak waarin de meeste processen op de oppervlakte van de aarde veroorzaakt worden door of beïnvloed worden door de mens. En dit is de mensenruimte. En dus landbouw, dus alles wat de mens doet, zit in het wit. En het zwart is spijtig genoeg. Ofwel heel klein, zoals die bovenste lijn, dat is de Noordpool, dat is maar één puntje, dus die projecties mag je, die schaalcorrectie moet je wel even mentaal meten. En het meeste zwart, hè, Sahara, Australië, Namib, Atacama, de zijderoute woestijn, de toendras en de steppen, Nepal, Himalaya. Het is niet vet meer. Oké, het Amazonewoud, nog een beetje in Centraal-Afrika, nog een beetje in Alaska en in de Yukon. Maar de grote vruchtbare gebieden van deze aarde zijn al lang toegewezen aan de mens. Wij claimen dat. En kijk maar naar India, dat is compleet wit. Die Bengaalse tijger, die zit daar echt op een zakdoek ergens tussenin. Dat is een beetje het probleem, dat je pak een fiets, rij van Bastogne naar Knokke en je hebt echt moeite om mensenvrije ruimte te vinden. Wij zitten overal, dat is een soort van alomtegenwoordige springkracht. En dat begint zich overal te manifesteren, want dat kennen jullie beter dan gelijk. Je snijdt een zeer overhoogde beest zit vol plastic, de plastieke soep drijft in heel de wereldzee rond. Sommige mensen denken nog altijd dat op pellets stoken dat duurzaam is. Ik denk dat de wetenschap ontdekt heeft, na lang studeren, dat bomen iets sneller kunnen branden dan dat ze kunnen groeien. Als je clementijntjes eet, dan komen die hier vandaan. Dat is 20 of 40 kilometer serres. Toevallig ook in een van de droogste gebieden van Spanje, dus met een irrigatieprobleem van hier tot in China. En ik zie daar geen mensenvrije ruimte, ik zie daar geen ecosysteem meer, ik zie daar clementijntjes. Ikke. En dat is het probleem van onze soort. Dat wij nog altijd denken in survival, en dat we moeten de planeet redden, want anders gaan wij er meer aan. Ik denk dat het verder is dan dat. Dit zijn koetjes met vrije uitloop. In de grote vuile bruine zandbak met spierversterkende middelen en hormonen in de bruine korrels die zo verdrietig zijn. De reclame voor die buurstuk zal die koe van Stutzuivel van de blauwe schmink op aan hebben en gebruikt hebben met een bel in de wei ergens wat te loeien en eens in die stuk te tonen. Maar wat wij dagelijks op ons bord krijgen kost overal gigantische hoeveelheden planeet. Een vlees 5 keer meer dan plantaardig voedsel. Ik eet ook af en toe vlees, mea culpa, maar toch minder, ik probeer te minderen. Dit is een Vlaams exportproduct, in Los Angeles met succes toegepast nu, verkavelen op grootmoeders wijze. Die gezinnen hebben allemaal 4 jeeps, vader, moeder en de 2, 16 jaar. Ja, je moet door die jungle geraken, een jeep. Pas op, een jeep heeft dezelfde totale jaarlijkse ecologische carbon footprint dan een hond. Dus oppassen als je met 2 honden aan de leiband een band gaat kapot steken van een jeep, dan zijn dat niet in evenwicht. Die beesten eten vlees, hondenhotels, hondenkapsalons, hondenasielen, de hele veterinaire sector,
Venier is speciaalzaken. Die hele veterinaire industrie van de honden gedeeld door een hond is gelijk aan 15.000 km per jaar met een vierhalve. Dus je moet alles in vraag stellen wat je doet. Evidence-based policy is een zeer urgente zaak. Ik mag het altijd op flessen trekken, want het is eigenlijk het vis te landbouwgebied in China. Ik zie geen mensenvrije ruimte meer. Hoor. Ik zie akkers en dorpjes, maar waar is de plaats van die 8,7 miljoen andere soorten? Ja, want wij willen wel fotovoltaïsche panelen maken en windmolens en passieve gebouwen en energiezuinige ketels, maar die 8,7 miljoen soorten hebben dat niet nodig. Hè? Die hebben iets anders nodig en wij kunnen dat niet maken. Plaats. Dat is het laatste wat uit onze pen komt. Dat is ruimte. En jullie doen dat door ruimte te kopen en ze dan niet op te zoeken. En dat zou dus veel meer moeten gebeuren. Dat is een beetje mijn stelling en dat is eigenlijk ook de essentie van de betonstop. We gaan de dagelijkse inname van open ruimte doen dalen. We kunnen dat niet morgen, want er zijn een aantal rechtszekerheden waar we alles direct mee bij de Raad van State zitten. Maar zodra als dat kan, gaan we dat ook proberen. Want waar wij wegblijven, gaat het goed. Tsjernobyl heeft de hoogste biodiversiteit in Eurasië vermaakt. In de zone waar de mensen niet meer in mogen. Dat is toch wel een veeg teken aan de wand. Hè? Als wij wegblijven en het gaat goed, dan is dat toch wel een onmiddellijk bewijs dat wij een spring aan het plak zijn. Daar moet je geen tekeningskunde bij maken. Dat ding is overwoekerd. Daar zitten weinig herten met 7 pootjes in. Dat zijn de stralingsresistente soorten, want alle kruipende beestjes worden direct opgegeten door de wolf. De natuur is heel veerkrachtig en herstelt zich snel als je het laat doen, als je plaats maakt. Dus inleiding, afsluiting, iedereen kijkt naar het stuk van de ijsberg boven water. Arme beertjes, stijgend water, wat als de dijken breken. Maar het grootste probleem zit onder water. Ons bodemgebruik en ons bevolkingsaantal planetair gezien is veel te groot. We gebruiken vandaag 1,5 planeet met de mensheid vandaag. De resources, we lenen dus al op de toekomst. Als iedereen onze levensstijl had, West-Europees, niet-Amerikaans, hadden we 4 planeten nodig. We gaan naar 11 miljard, naar 12 miljard, naar de snelheid waarmee vrouwen in de ontwikkelingslanden kunnen participeren aan de economie en sneller opleiding krijgen. Dat heeft een rechtstreeks invloed op de kinderwens. Maar dan zitten we met 6, 7 planeten aan resources dat we gaan nodig hebben. Nu, je mocht tellen, het klopt, we hebben er maar 1. Dus er zit hier een zo grote spanning op, dat kun je niet meer wegsaneren. Dat kan natuurpunt ook niet meer wegkopen. Er gaat gevochten worden om brood, om water, om rijst, om plaats. En er gaan soorten voorbij. Als de spanning zo groot is, en we zijn er zoveel als vandaag, denk ik dat dat niet alleen maar rustig en kalm zal verlopen. We kunnen die schade beperken door zo rap mogelijk de urgentie van die ding te agenderen, door de Verenigde Naties wakker te maken. Die zijn echt nog muziek aan het spelen, zonder dat ze zien dat ze op haar koers zitten. Als je dan kijkt naar Vlaanderen, de kaart is in het inleidend filmpje al getoond, trouwens, proficiat, dat was leuk gemaakt. Dit is een drama. 11 miljoen mensen, dat past in Parijs, dat past in België. Parijs en zijn voorsteden is ook 11 miljoen. 12 zelfs. En daar kun je een metro voor organiseren. En als je dat als een soort van koelkast smeerbare woonbrei over je verkavelingen uitsmeert, dan zegt de lijn, dat kan ik niet meer aan. Ik heb 30.000 stopplaatsen met gehalte maar 2 man, dat kan niet. Maar dat is dan, al die, dan is er een file van bussen die leeg zijn. Of die maar om het uur komen en dat is niet frequent genoeg. En je kan zoveel spoorlijnen niet leggen. Dus dit is eigenlijk afhankelijk van individuele mobiliteit. Als je dat niet begint te herschikken en mensen dwingt om te verhuizen, of toch stimuleert, want dwingen werken niet in dit aantal. Dus ik denk dat we het moeten doen met bonussen en beloningen in de plaats van een straf. Want daar zit een bakrecord aan. Ik heb sommigen misschien al van mijn interventies in huis. Het wereldrecord aan uren file per werknemer, het record aan kilometer weg per wooneenheid. Het record aan kilometer infrastructuur onder die weg, water, gas, regulering, elektriciteit, kabel enzovoort. We kunnen geen versneld internet met glasvezeldraad krijgen van de overheid. De begroting is gemaakt, het is niet te betalen om overal op die prutsbanen dure glasvezeldraad te gaan stoppen voor maar 3 abonnees langs een stuk lint. Op je duur internet aan te zetten, dat lukt niet, die abonnementsprijs op nog betaalbaar. Onze thuiszorg is op 10 jaar tijd gehalveerd. Die mensen zitten meer in de file dan bij die bejaarden. Die krijgen dus nog een pituur in de kont en een boterham in de mond en die verpeester is weg. Ik had de file naar de volgende bejaarden, maar ze doen er per dag nog maar half zoveel. En die bejaarden hebben vooral een gesprek nodig. En dat kan er nu net niet meer af.
Dus de vereenzaming in die kruimelkaart neemt toe. Als je weduwnaar wordt op je 60-jarige leeftijd, is de kans groot dat je nog 30 jaar alleen zit. Je garandeert op een plek waar de kleinkinderen niet op bezoek kunnen komen, want er is geen openbaar vervoer. Je moet wachten in het weekend tot ze met de ouders met de auto mee kunnen komen. Je leeft dus niet in een gemeenschap, je leeft in een soort van kavel met een omheining rond. En op de hoek van de straat is geen winkel, is geen crash, is geen school, daar staat gewoon nog een verblijf met nog iemand anders achter een houten palissade. En dat individueel woonmodel heeft eigenlijk de gemeenschapsvorming uit onze maatschappij weggehaald. 70% van Vlaanderen woont in verkadering, terwijl dat op wereldvlak 55% is die in de steden woont. Wij zijn dus maar voor 30% wonend in de steden of in de dorpen. Want dat is, ik blijf dat er al het best blijft mij fout citeren. Ik wil de mensen niet deporteren naar de stad. Of ook niet stimuleren om dat zelf te doen naar de kern. Ik wil verdichten. Ik ga dat ook niet zelf doen, ik wil verdichting stimuleren, ook in de dorpen. Vandaag is landelijk wonen niet meer mogelijk, want het landelijke is kapot. En dat zijn al die... We hebben nog wat akkoords, hè. Auto-ongelukken is een boeiende, het is de hoogste doodsoorzaak in Vlaanderen bij jongeren tussen 20 en 25 jaar. Planetair gezien sterven 1,3 miljoen mensen per jaar in auto-ongelukken. Dat is 148 man per uur. Dat is de inhoud, het aantal passagiers van dat vliegtuig met die depressieve piloot die tegen de maritieme auto is gekomen. En als zo'n vliegtuig dan neerstort, dan ligt CNN een maand plat. En dan denk ik, waarom? Dat is maar een drukke autoverkeer. We moeten het eens vergelijken. Three Mile Island, Fukushima, Tsjernobyl. En dan doortellen, Hiroshima, Nagasaki en alle 30-jarige kankers die daaruit afgeleid kunnen worden, is 480.000 slachtoffers. Dus de hele rampengeschiedenis van de nucleaire stomiteiten van de mensheid komt slechts overeen met 4 maanden autoverkeer. Ik denk dat we soms van de foute dingen bang zijn. Het staat eigenlijk, het grote gevaar staat in de garage en niet in die jaar. En een aantal mensen beseffen dat echt. En als de 20 tot 25-jarigen in Vlaanderen de hoogste doodsoorzaak de auto is, dan zegt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, we gaan iets doen aan de rijvaardigheid van onze jongeren. En dan denk ik, ja, dan gaan de 5-10% slachtoffers kunnen winnen, maar doe die ouders verdomme verhuizen en het aantal slachtoffers gaat met 75% naar beneden. Want dan gaan ze met openbaar vervoer of met de fiets. Want op een fiets of straat worden niet veel mensen nog beesten doodgereden. Dus er is veel werk. We hebben ook nog een record, het grootste aantal politici en ambtenaren per 1000. Dat is kruimelkaart natuurlijk. Elk van die bubbels heeft wel een entiteitje dat verstuurd moet worden. En dus aangezien dat model enkel met belasting aftrekbare bedrijfswagens kan bediend worden, die 4 miljard per jaar kosten. En als je dan de kosten van die riolering, infrastructuur, verkeersborden, strooisouten, thuiszorg en al de rest bij elkaar begint te tellen, plus het feit dat de mobiliteitsvraag veel groter is en de CO2-uitstoot veel groter is, dan is het geen toeval dat wij in de hoogste belastingsschalen ter wereld zitten, wat nog een wereldrecord is. Een netto-loon van 100 euro kost een werkgever 250 euro. Dat is nergens zoveel dan bij ons. En 30% van die taxafroming gaat naar slechte ruimte. Dus we hebben er alle belang bij. Dezelfde dat zo dikwijls zit. Dit wordt alleen maar plezanter als we het anders doen. Want veel slechter dan dit kunnen we het eigenlijk niet pakken. Ik ga een paar dingen overslaan die jullie veel te goed kennen. De andere blijven ongeveer constant. Transport, telecommunicatie, ook met industrie, handel, recreatie, dat blijft, dat valt mee. Ons wonen blijft eigenlijk verkruimelen en onze gezinnen blijven verkleinen. Heel veel echtscheidingen, heel veel tweede verblijven, waardoor we steeds meer ruimte gebruiken voor een hoeveelheid bevolking die bijna niet groeit. Dagelijks namen we tot in 1996 12 hectare per dag open ruimte in. Structuur van Vlaanderen, economische factoren, allerlei andere elementen zijn dat aan het dalen beginnen zetten. Versoepeling van een aantal zaken, indoorregels, zonnevreemde herbestelling van lege hoeves enzovoort. We zijn blijven plakken aan 6 hectare per dag. En daar gaat die betonstok over. En dat die dagelijkse bijkomende inname van open ruimte, die moet trouwens van Europa tegen 2050 in alle lidstaten nul zijn. Dat is geen uitvinding van onze regering. We hebben al lang debatteren in Brussel wel kunnen overtuigen dat ze het bij ons vroeger gaan doen. Omdat als je al de dikste van de klas bent en je zegt ik ga vanaf nu alle jaren een beetje minder bijkomen, zou eigenlijk zo rap mogelijk kunnen proberen om beton af te vallen. En dat is een beetje het idee. Dus we gaan geen 12 hectare per dag meer consumeren. Maar we gaan proberen te vermageren qua ruimte gebruiken. We rijden in ons land 8 miljoen dieren per jaar dood, insecten op de vooruit niet meegeteld. Migrerende landdieren lopen in ons land, in Vlaanderen, om de 300 meter over een nieuwe weg. Dus het is een heel fijnmazig netwerk van bestrating.
En in de Elfstvries ook van Bert Kroosal natuurlijk. Dit is die vermaarde grondstof. Als we niks doen, gaan we nog stijgen als we niet oplossen. We gaan naar nul moeten van Europa hier. De regering heeft nu beslist van naar 2040 te gaan nul. Maar dat niet lineair te doen, maar sneller te stijgen tegen 2025. Dus na een derde van de periode willen we eigenlijk al aan 3 zitten. Hier. Dus men wil niet lineair stijgen naar dit punt, maar halveren op een derde van de tijd en dan de grootste winst maak je in het begin als je het goed doet. Dat is een beetje het idee. Maar daaronder komt nog een krimpperiode. Want we hebben een veel te groot ruimtebeslag. We moeten terug afstaan aan de natuur. Dat zal veranderd paar mouwen worden om dat gedaan. We hebben zeer veel waterdichte oppervlakken. België zit ondertussen, want dat zijn cijfers van 2012, al dik over de 10%. Dus elke zomer als het een beetje regent, zien we dat het serieus overstroomt. En de berekeningen zijn grof en niet zo betrouwbaar als de buitenaars zijn op, maar je voelt ongeveer dat kan kloppen. Een ecosysteem blijft in evenwicht als de dominante soort niet meer dan ongeveer 70% van de vruchtbare gronden voor zich pleegt. Dus die 8,7 miljoen soorten fauna en flora die blijven in orde op de planeet als we 25 à 30% van de planeet niet voor ons zouden opeisen. Nu in Vlaanderen hebben we 2,8% reservaten. Als je groen gebieden en waarderingskaarten, Natura 2000 en aantal dingen samentelt, zitten wij 15-18% redelijk kwalitatief groen, maar geen 25-30%. Dus we hebben nog een stukje te gaan. Engeland heeft wel 28%, dus het kan. Dus die heb je gezien in het filmpje, die groene corridors. Dit is dus amper toegankelijk voor de mens. Misschien wel als birdwatcher of misschien wel ergens in een dugout om te gaan kijken wat er met het ecosysteem gebeurt. Maar het is geen plukbost, het is geen mountainbikeparcours, het is geen fietometer, het is een migratiecorridor om natuurgebieden te verweven. En dat doen we veel te weinig. Ik ben hier al blij dat de mensenbrug smaller is dan de dierenbrug. Meestal is dat. Mensen zogezegd een ecoduct van 1,20 meter breed. En daar liggen dan de volgende kilometers voor een 28 asfaltbrug, 15 meter breed, waar we overheen denderen. Dan denken we dat we met dat één groen navelstrengetje het zo niet wat gaan redden. We moeten toch wel iets ambitieuzer beginnen zijn. Hier zie je hoe het aantal inwoners per gebruikte hectare of vierkante kilometer in ons land aan het dalen is. We hebben geen hoge dichtheid in ons land. Wij hebben een gemiddelde dichtheid. En in de kavelgebieden zelfs bij de laagste dichtheden in Europa. Als je de dichtheid op België meet, is het de derde hoogste in Europa. Als je de dichtheid in Vlaanderen in het ruimtebeslag meet, het ruimtebeslag is Vlaanderen min natuur, min waterlopen, min landbouw. De mensenruimte van Vlaanderen. Daarbinnen hebben wij de 32e laagste dichtheid in Europa. Dankzij onze verkabelingsstrategie. We zijn de vierde laatste. Engeland heeft rond al zijn steden, zoals je hier kan zien, een green belt gelegd, waar je niet in mag bouwen. Bij ons is een stad, een camembert, die geen zon legt. Die begint ook te bouwen. In Engeland mag dat niet. Oké, dus wij hebben een hoge dichtheid, de derde hoogste in Europa op het hele land gemeten. Engeland veel minder, maar 266 per vierkante kilometer. Maar als we dat nu gaan hermeten binnen het ruimtebeslag, dan heeft Engeland binnen de gebruikte ruimte veel meer dichtheid. Bijna 4000 inwoners per gebruikte vierkante kilometer. En wij maar 2007 in België. En 36 in Vlaanderen rond de 10. In Wallonië gemiddeld, op de oppervlakte gemiddeld, is dat dan iets over de front, maar vandaag zal het over de 22 zijn. Als we nu de dichtheid van het Verenigd Koninkrijk zouden toepassen op het ruimtebeslag van heel België, dan wonen er vandaag 17 miljoen mensen in ons land. Dus we hebben vandaag in de reeds ingenomen ruimte plaats voor 16 miljoen bijkomende inwoners. En het Verenigd Koninkrijk heeft geen Manhattan-achtige oogbouwsteden. Er mogen wel wat torens bijkomen bij ons, maar het zal niet de spelgaten afkomen. Dus we hebben voor de bevolkingsuitdagingen die ons te wachten staan, zij dat tegen 2060, tegen de hele wereldbevolking begint te dalen, komt in ons land maximum 1,5 miljoen bij. En we hebben voor 6 miljoen plaatsen, kunnen wij voor 4,5 miljoen mensen krimp verwerken. Dus morgen kan de betonstop ingaan. We hebben plaats voor 6 miljoen bijkomende inwoners in deze bebouwde deel van ons land. Dus we hebben geen bijkomende ruimte nodig. Dat is de mensen die zeggen dat er uitdagingen zijn, waardoor er nog druk staat op de open ruimte. Steden leiden altijd tot, of dichtheid, want ook een goed verdicht dorp zal gemakkelijker openbaar vervoer kunnen krijgen. Dichtheid leidt tot goed openbaar vervoer.
De zwarte staaf is op uw werk geraken met de fiets of de voet. De grijze staaf hier, ik zonder openbaar vervoer. De witte staaf is met een auto op uw werk geraken. Verkavelen op grootmoeders wijze, Los Angeles, 10% geraakt op het werk zonder auto. Manhattan heeft het wereldrecord. 84% van de mensen geraakt op het werk zonder auto. In Vlaanderen en Wallonië 17-18%. In Brussel 41% van de inwoners dus geraakt op het werk zonder auto. Stedelijke gebieden doen dat altijd beter. Dat is gewoon beter openbaar vervoer. In Vlaanderen passeert het niet. Dus we moeten verdichten. Dat zal heel vaak met rijwoningen kunnen, met tuin. En misschien ook af en toe eens in de hoogte bouwen. En dan beginnen de misverstanden. Een toren, dat is een schaduwprobleem. Wel, dan moeten we dat eens uittesten. SketchUp kun je zo zelf in 3D tekenen. En dan zet je een blokje recht en leg je een blokje neer. En je doet de zon 6 uur bewegen. En dan kijk je welk stuk 6 uur lang totaal geen licht krijgt. En dat is bij de rechtopstaande toren 11 keer kleiner dan bij de neerliggende toren. Dus wij zijn allemaal juist verkeerd bezig. Als je af en toe hoog bouwt en daarnaast laag blijft, dan komt er veel meer zon in de straat dan wanneer je overal even hoog bouwt. Want dan zet je een zeedijk aan. En er is een halve dag geen zon. Dus verdichten en uitlijnen, dat moet je niet doen. Want ons loket stedenbouw zegt ook altijd, je moet niet te veel verschillen met je buur. Dus die loketten stedenbouw moeten allemaal terug naar de school. Want als we dus nog een woongebied hebben ergens, hier onderaan, en we willen de bovenste rand vermijden, dan moeten we misschien de onderste durven bouwen. In de plaats van 40 villa's zeggen, we gaan er 80 appartementen zetten. Hopelijk aan het station hier of aan de bus. Nu pas op, de onderste foto is niet getrukkeerd, de bovenste is getrukkeerd. De bovenste heb ik gewoon gespiegeld en de tweede foto niet weggefotoshopt. De onderste foto is alleen niet in Vlaanderen genomen. Je moet dat bij ons niet proberen om eens meer vloer te geven aan het loket stedenbouw een vergunning te krijgen voor zo'n beest. Kok is niet blij. Het is al moeilijk in een stad bij ons om 40, 50 meter hoog te gaan staan. Dus landelijke hoogbouw, dat kan nog niet bij ons. Volgende week, of binnen 2 weken, is er in Sint-Lucas Schijnt een jury. Ik ben uitgenodigd als gastjury om punten te geven in de eerste master architectuur. Sint-Lucas Schijnt, KU Leuven. Ontwerp van een landelijke hoogbouwtoren in het dorpskerk. En ze zijn er dus mee begonnen met het probleem, toch ook in de architectuurscholen eindelijk op tafel te leggen. De onderste foto is niet gemaakt in Vlaanderen, ik denk in Nederland. Dit is een foto in Scandinavië. Rural high-rise is daar de normaalste zaak van de wereld. Als daar 60 appartementen in zitten en dan had die verkaveling 12 villakjes per hectare geweest, dan zijn dat 5 hectare natuur uitgespaard, zo één toren. En nu moet je mij eens vertellen wat er zo goed is aan een grote bronzen klok of een groot gouden uurwerk op 30 meter hoog in een dorp, in een kerktoren, en wat er zo slecht is aan een gezin op 30 meter hoog. Ik zie het niet hoor, het probleem. Iemand moet me dat eens proberen te bewijzen, maar... Ik hoor dat eigenlijk ook heel weinig argumenten is op dat deel. Dat is een schaaldrukker, maar die kerktoren is dat ook. Dat is een hoog gebouw, ja, die kerktoren is dat ook. De Boekentoren in Gent is een monument en die is even hoog dan een aantal andere torens. Dus waar zijn we eigenlijk over? Waar hebben we moeite mee? En is die moeite voldoende om de planeet dan verder te verdoemen? Is het een smossen en verkabeling? Er zijn loketten stedenbouw die niet verplicht zijn tot uitleiden. Manhattan was zo, bij Buenos Aires was zo, dat mocht men hoog gaan en dan moesten de buren laag blijven. Dus er zijn hele straten met van die hoogteverschillen. En deze mag niet meer omhoog. Die kan dat niet inroepen als president. Waarom? De dichtheid op het hele bouwblok is gemaximaliseerd. En al die buren die delen mee in het rendement van de bovenste verdiepingen van die paar torens die men toelaat. Of die rendementen worden weggetaxeerd om maatschappelijke belangen mee te dienen vanuit de overheid. Dus er zijn geen precedenten meer. Trouwens, er is in Vlaanderen nog geen enkele bouwvergunning afgeleverd op basis van een precedent. Dus zo bang moeten we daar niet voor zijn. Dus als we dit willen vermijden, moeten we dit doen. Komt er veel meer zon door. En zouden we ook iets anders hebben dan de zeedijk vandaag hier aan de kust. Parkeernormen, dat is nog zoiets. Een auto rijdt in Vlaanderen 56 minuten. Die staat dus 23 uur en 4 minuten stil. Per etmaal. Een auto in privaat bezit. En die kost 30 vierkante meter vastgoed aan parkeerruimte. En die heeft een carbonfootprint van hier tot in China. Of naar welk merk tot in Korea. En al die dorpen en steden zijn met vaste parkeernormen bezig. Anderhalve parking per woning hebben. Maar de sharing economy is volop aan het komen. Dat betekent dat we binnenkort auto's gaan delen, en masse. Dat
die auto's binnenkort zelfrijdend zijn, die komen nu halen, die brengen die weg en die doen daarna weg, die zijn terug weg om iemand anders te gaan halen. Prognoses zeggen dat het in stedelijke gebieden 10% en in de rurale gebieden nog 20% van het huidige wagenpark gaan nodig hebben als alles in sharing zit. Dus we gaan met die oude parkeernormen, als we die blijven overal van kracht laten zijn, binnen 20 jaar gigantisch veel hoeveelheden champignons en witlof moeten kweken in al die leegstaande kelders. Want je kunt daar geen ramen in, je kunt daar geen functies, je kunt daar geen ramen in stoppen. Hè? Bedoel, dus je zit daarmee. En trouwens, zorgwoningen, binnen 40 jaar is die topzware piramide uitgestorven, dus we al die zorgwoningen gaan herbestemmen. Dus long-term evidence-based policy is ook belangrijk. Die is nu bang van de vergrijzing, maar die gaat geen 40 jaar duren. Hè? Dus het is altijd wat ingewikkelder dan we denken. Dit is een parkeergebouw in Miami. Er zit een Yamamoto kledingzaak in en de bovenste verdiepingen worden systematisch gebruikt voor galadinees en trouwfeesten. Is dat ook goed weer, maar dit is alleszins, bij ons kunnen we dat glas rondzetten. Dit is een toekomstbestendig gebouw. Een ondergrondse bak niet. IKEA, Nederland, Utrecht. Parking boven op het dak? Nee, parking onder het gebouw, winkel tussenin, voetbalvelden op het dak. De planeet is 3 keer gebruikt. Dat is zuinig grondgebruik. In Hamburg is er nu de eerste IKEA zonder parking. Je kunt met de tram naar de IKEA gaan. Je krijgt er ook niks meer mee, behalve de kleding misschien. En je ziet dat dus ook niet meer door te knoeien met die riem rond je kofferklep en die half doorregende sofa die uit je bak steekt van achter. En dan is dat houtkrom getrokken en dan past dat de eerste dagen niet meer, want dan is het allemaal terug drogen voor je in je kaart steekt. We kennen het geknoei op de bak, we hebben dat allemaal gedaan. IKEA levert daar ook in het weekend. Dus je kunt daar gewoon gaan winkelen en je moet niks dragen. Dus het is ook leuker om zuiniger met de planeet te gaan omspringen. Leegstaand voetbalstadion van Arsenal is hervormd tot woonproject met moestuin en speeltuin in de binnengebieden. Dat is een goede bestemming, dat is creatief omgaan met leegstaand. Wij maken meestal 6 jaar ruzie over een leegstaand voetbalstadion in zo'n wijk. In Osaka hebben ze een leegstaand baseballstadion omgevormd tot dorp met kijkwoningen van een sleutel op de deurfirma. Dat is toch beter dan er een bos voor te verplutsen. Maar ja, Vlaanderen begint van deze woonroute. Of van deze. De vermette in het klein wordt brievenbus en de facteur staat erbij te blinken als een rode kop. We zijn super trots en aan het aantal pastoriewoningen te zien, ik citeer een vroegere bouwmeester, moeten er in Vlaanderen enorm veel roepingen zijn. En we hebben een oplossing. Rechts zie je de postnucleair gemaaide gazon, die totaal ecosysteem dood is gemaakt, met allerlei gekleurde korrels, wolven, die geen wolven mollen klemmen, en allerlei sproeimiddelen om te zorgen dat er alleen maar gras ingroeit dat op kunstgras lijkt. We hebben het terrein eerst helemaal leeg gemaakt van struiken en bomen. Onze privacy is naar de modder, dus we kopen een houten palissade. We laten geen beesten toe in dat gras, want die kakken. En dus kopen we in de Aldi hier tegen 7,99 € een lichtgevend tuinwiertje op zonnepanelen. Dat is super ecologisch, want dat werkt op zonnebatterijen. Dat is echt. En dat doen we 30 jaar lang totdat onze luxe doet en dan leggen we klinkers. Niemand van ons wil in een shoppingcenter gaan wonen, ik heb gelijk, want dat is meestal een links ding, die foto daar. En om 7 uur s'avonds alle lichten uit een grote lege parking in Spookstad waar geen kat komt, tot je ontdekt dat de Koninginnengalerij in Brussel voor 66% uit huisvesting bestaat. Officiële straatnamen zijn in Google Street View, dat daar een theater in zit, winkels in zit, restaurants in zit, een bioscoop in zit. En dat je daar een appartement alleen maar kunt krijgen als je het erft. En dat op 100 meter van de grote markt van Brussel woont. Dus een shoppingcenter is misschien daar rechts en niet daar links. Kun je dan niet meer op de buiten gaan wonen, meneer? Wel, het bovenste niet. De buiten is weg vandaag. Het platteland is kapot. Verkavelingen hebben niks te maken met dorps. He, al die dorpen zeggen nu, maar hallo, geen een toren van 4 lagen. Als 4 lagen aan een toren is, dan moeten ze toch nog eens naar school gaan, denk ik. He, je kunt gemakkelijk vanaf 7, 8 lagen beginnen in de dorpskern. Een dorp vandaag is leeg. Middenstand is weg. Misschien nog een bijna failliete bakker. Een café met nog 2 oude duivenmelkers met een natte preek. Veel stilte en alle ouders in een auto. Van het werk naar de Carrefour, naar de eerste ex, naar de tweede ex, naar de scouts, naar de muzieklijst. We kennen dat. Dus een dorp zou in de toekomst misschien wel eens iets anders kunnen worden. Hè? Als je daar een paar hoogbouwdingen in zit voor de mensen die echt geen gras niet meer willen afrijden, of voor een bejaardencomplex, in de plaats van die weg te verbannen naar een palliatieve vermetter in de middle of nowhere. Heel veel rijwoningen met tuin, misschien daardoor een paar duizend man in dat dorp terug, een tram, een trein of een bus.
En dan die dingen uitwonen tot als een renovatie zo duur geworden is dat je van hetzelfde geld iets nieuws kunt doen in het centrum van het dorp. Dan kan die terug natuur worden en plotseling woont je op het platteland. Want hier de velden en daar de bossen liggen nu op 250 meter van het dorpsplein. In het huidige scenario boven moet je 5 kilometer verkavelingen door om nog 100 meter bos te vinden en dan beginnen de verkavelingen van het volgende dorp. En het model boven is op, dat weten we. Dus een dorp is eigenlijk een soort mini-stad. De Mont Saint-Michel is mij dat in het groen getrekt aan de trein naartoe. Maar dorpen zijn al eeuwen zo'n dingen geweest. En dit is een dorp in China. Dit is een dorp in Italië, San Gimignano in Toscana. Tussen de 100 en de 200 woningen per hectare. En dan zegt het Zuid-Europa van Vlaanderen, in landelijk gebied 10 tot 15 per hectare, in stadsgebied 25 per hectare. Die hebben nog nooit naar de geschiedenis gekeken, denk ik. Een dorp heeft gigantische dichtheden. In San Gimignano zijn de huizen in de straatjes allemaal tussen de 4 en de 8 lagen hoog. En de torens zijn, dat is Dubai, dat zijn succesvolle Palace symbolen dat ze nog geen neon hadden toen. Dat zijn handelaars in laken, in olijfolie. En rond die Toscaanse dorpen liggen vooral geen verkavelingen. Er zou geen hond nog op toerisme gaan naar Toscana als dat verkavelingen worden. Waarom kunnen wij niet naar ons eigen land kijken alsof we er op vakantie zouden willen kunnen gaan? Want overal elders snappen we de logica van die schoonheid, behalve bij ons thuis. Een dorp in Friesland, mes scherp afgeleid. Geen rafelrand van verkavelingen. Het dorp en het platteland. En daartussen geen overgangszone. Breugel schilderde dat bij ons. En hier ligt er eentje aan de horizon. Een klein landelijk stadje. Zo compact als wat. Hier op een gehucht. En oké, een vierkantshoven die hoort aan haar waterloop thuis. Maar er zijn geen verkavelingen. Ramatuel in de Provence. Een supercompact stadje. Santo Stefano di Sessanio op 2000 meter hoogte in Bruzen. Supercompact stadje. Dat is wel landelijk wonen. Dus al die gemeentes nu die zeggen, jongen, een ruimtelijk uitvoeringsplan, 2 lagen in de punt, dat komt uit een dorp blijven. Nee, als je een dorp wilt blijven, moet je een mini-stadje worden, want je bent al jaren geen dorp meer. En je verkabelingsbrei. En dat is een beetje de fout nu van de heer. Eigenlijk is de verkabeling een gigantisch ruimtelijk misverstand. Er bestaan grondbanken, er bestaan manieren om spontaan gronden te ruilen, maar dat blijft 1-op-1. Dan blijft je ruimtebeslag te groot. Als je wil verdichten en ontsnippelen, dus defragmenteren tegelijk, dan zou de overheid 2 gronden kunnen kopen. Hè? 2 oma's, oma A en oma B, hebben elk een grond weggelegd voor de kinderen of de kleinkinderen en ze worden allebei onteigend. Oma A, haar grond ligt in de middel of nowhere, is er ondertussen heel mooi overhoogd en dat zou je beter natuurgroen worden. En men doet dat ook, onteigenen en groen maken. Natuurpunt komt dat wel kopen. Oma B, haar grond, wordt ook onteigend, die ligt aan een stationnetje, net buiten het dorp. Op een stadje. En na de onteigening zegt stedenbouw, we veranderen spelregels, 10 rijwoningen met tuin, 20 appartementen, 30 units. De bouwsector verdient veel meer geld, want die bouwt geen 2 villa's. Die bouwt ineens 30 appartementen, vlakbij een riolering, vlakbij een station, die mensen kunnen gaan werken zonder auto. Je maakt natuur bij, er zijn minder mensen in de file, dus plotseling al die records waar we er straks over hebben, die beginnen in de richting te draaien. Dus op die manier gaat het verdichten met grondruil als machine. Maar dan moet je schaarste hebben. Als er te veel grond in het buitengebied ligt die niks kost, dan kun je moeilijk ruilen, want dan zijn de mensen niet gestimuleerd. Dus je grondprijs moet omhoog. En dan moet je wel verdichten om je wonen betaalbaar te houden. Dus kom vooral niet op voor goedkope bouwgrond, want dat is eigenlijk zeggen, we zijn wel bezig met het belang van de natuur. Hè? De natuur is even belangrijk als goud en diamanten, maar goud en diamanten mogen weer worden met de natuur. Dat is eigenlijk mijn laatste slide. Voor straks, daar kom ik op terug. Dus moeten we altijd hoog bouwen? Nee. Als er in een stadsbuurt nog geen park is en er komt hier een fabriek leeg, dan moet je misschien in de hoogte bouwen en geeft die aannemer dan een paar lagen bij en dan zal je ruil het park aanleggen dat je daarna overneemt als openbaar domein. Is er al een park in die buurt en er komt een fabriek leeg, bouw dan maar rijwoningen met tuin. De mensen hebben graag een tuin. Dat is een beetje het idee, je moet voor iedereen, je moet een menging van de verschillende woontypes maken. Dit is een studie verkeersdoden in Amerika, 5 doden per 100.000 inwoners per jaar in stadsgebieden, gemiddeld rond de 20 doden per jaar in verkabelingsgebieden. Atlanta, 5 miljoen inwoners, Barcelona, 5 miljoen inwoners, Atlanta is een gigantische verkabeling. Transport veroorzaakt hier per inwoner per jaar bijna 7 ton carbon footprint in Barcelona, maar 1,1 ton. Factor 7 verschil. Verspreid wonen of compact wonen. Een fiets op straat in Manhattan heeft het aantal pendelaars die met de fiets komen werken, verviervoudigd op 10 jaar tijd.
De carbon footprint per jaar van het woontype zelf, een villa verbruikt ongeveer 8,4 ton CO2 per jaar. Een kleine villa 5, een rijwoning 4 en een appartementje 1,2. Dat is een Amerikaanse studie. Dat is een leuke. De totale carbon footprint van gebruikerstransport, primair landgebruik, water, energie en materiaalgebruik van een passief bouwvilla in een verkaveling is exact even groot dan die van een niet geïsoleerde 19e-eeuwse rijwoning in een centrumlandschap. Omdat uw energieverbruik is veel hoger, maar uw mobiliteitsverbruik in de stad is laag. En als je die rijwoning dubbel glas geeft en het dak isoleert, is het 23% performanter dan een passief bouwvilla. Dus met die passief bouwvilla isoleert je vooral uw geweten. Hè. Ja, als je 60 woningen per hectare de hele wereld past in de staat Texas. Aan 60 woningen per hectare is mijn rijwoning. Je moet dat vooral niet doen, hè. Zeker nu niet. 200 woningen per hectare, een Hollands stadje. En als je die straatjes woont, vind je dat lief en schattig. Je bent precies in een spulverdorp. Dus hoge dichtheden kunnen ook met heel menselijke schaal gerealiseerd worden. Obesitas is veel frequenter in verkaveling. En ze hebben geen tijd om te joggen of te fitnessen, want ze zitten in de file of in de trein. Echtscheidingen worden groter in Amerika van zodra de commuting time enkel rit boven de 45 minuten zit. Die zijn 1,5 uur per dag niet bij partner en kinderen. En ik heb er een kort op gespaard. We hebben in Vlaanderen het wereldrecord echtscheidingen in relatie tot huwelijken. 70% per 100 huwelijken hebben we 70 echtscheidingen per dag. Ze zijn beide aan het dalen omdat we niet meer getrouwen hebben. We zijn aan het samenwonen. Maar dus, er zijn culturele factoren, maar alles is bij pendelaars is dat frequenter dan bij mensen die tijd hebben voor elkaar of tijd maken voor elkaar. Pendelaars hebben ook veel meer burn-out frequenties. Een Amerikaans artikel over een woonmodel, verkaveling is urban sprawl, suburbane fragmentatie. Get fat, stay poor and die in car crashes. Het kost de staat in Amerika $2000 per woning meer voor een suburbane woning dan een stedelijke woning. Dus wonen buiten is niet goedkoper, is duurder. Dus woonuitbreidingsgebieden, ze gaan op slot. Het is net beslist. Toch grotendeels, 2/3 ervan, dat is een goede zaak. Ik zou graag hebben dat vrijstaande woningen en half open bebouwing dat die verboden zijn. Oké, geen doodstraf, maar toch levenslang. Niks niet meer doen onder de 50 woningen per hectare. Voer misschien de minimumkroonlijst voor dit. West-Vlaanderen heeft dat gedaan in de intercommunale Leiertal. We zijn overal bezig met de maximumkroonlijst. Maar de planeet is op, je moet ze zo intens mogelijk gebruiken. Dus je moet dat eigenlijk omdraaien. Dus die loketten stedenbouw, wat die plannen krijgen, nu zeggen die tegen elke ontwikkelaar, dan ben je het baven als je het wiel al gaan afdoen. Dan denk ik van nee, dat moet eigenlijk omdraaien. Die moeten bind zijn, die moeten samen zoeken, kan er nog iets bij. Dat staat in twee doosjes zet op elkaar en maakt een beetje verwilderde natuur in de tuin. Dat soort adviezen zou ik ook echt moeten geven. Dat is een andere reflectie. Maar dit is een leuk voorbeeldje. Verkaveling. Ik heb een projectregie gedaan. Die was geblokkeerd, 12 jaar ruzie. 120 woningen op 6 hectare. Een dag lang iedereen gezien. Stedenbouw, 4 ontwikkelaars, gemeente, stedenbouwgewest enzovoort. En we zijn afgekomen met 4 pieren. Met bijwoningen en appartementsgebouwen. Alternatief hier 120. In de plaats van 120 woningen op 6 hectare hebben we 190 woningen op 2 van de 6 hectare. En de andere 4 hectare zijn beschermd natuurgebied geworden. Ze zijn een moeras geworden. Het was een moeras. Maar wel in woonzone van 200 meter van de kerk. Omdat een pier, in Friesland bouwt men op een terp. Dus we hebben eigenlijk het Friese model van bouwen in overstromingspolders gebruikt om 4 hectare ontoegankelijk te maken. En die mensen wonen in een natuurgebied, die moeten nu niet meer gaan huren bij Centerparks om een rijtje te zien. En we hebben een nieuwe kaart in Vlaanderen, de knooppuntwaarde, dat staat nu ook in het witboek, daar gaan we werken om te kiezen waar je verdicht. Op plekken waar je ofwel qua mobiliteit goed zit, of qua voorzieningen, rood of blauw, of nog beter paars. Dat is en mobiliteit en voorzieningen niveau goed, dit is de kaart van de toekomstige Vlaanderen. Hier ga ik het niet over hebben, dat gaat over leefomgeving. Dit wel, sociaal wonen. We hebben 100.000 gezinnen op de wachtlijst en we maken 5.000 sociale woningen per jaar. En dat zijn de grootste van Europa. Het gemiddeld appartement in Europa is 65 vierkante meter, het gemiddeld appartement in Vlaanderen 85. En het gemiddeld sociaal appartement is 100 vierkante meter. Dus je slaapt op straat in een houten kartonnen doos en je moet 20 jaar wachten, want het enige dat je kunt krijgen is de grootste en de duurste woning van Europa. Met de meest Kafkaïaanse regelgeving. En dan moeten al die kamertjes apart gemeten worden. En dit is een appartement in Amerika. Een
mooi salon en ineens komt daar een bureau uit de kast. En rechts komt het ouder slaapgedeelte uit de kast en dan komt de kast uit de kast. En dan komt de kinderslaapkamer eruit. En dan heb je ook nog eens een home cinema met een scherm hier links en met de projector daar. Dan heb je een heel grote eetkamer met een keuken of een coworking space in een wallen van 30 vierkante meter. Als een sheik content is met een jacht van 30 vierkante meter, dan niet. Want ik wil dus nieuwe regelgeving proberen te maken. Regelgeving die blijft nadenken, die artificiële intelligentie zelfsturend is. Een schaakprogramma herschrijft zijn eigen routines in functie van de strategie van de menselijke tegenstander. Parkeernormen zouden kunnen actief variabel blijven in functie van de transities en de sharing economy in de mobiliteit. Want oude regels die dingen verbieden, als je geen aanvlak mocht bouwen voor je paard, koop je gewoon een heel grote tuinmuur. Want daar bestaat geen wetgeving. De laatste slide is. Wie van jullie zou het normaal vinden om zuurstof te privatiseren? Je telefoon kan dat bijhouden, hè? Hoeveel keer dat je avond gebruikt. En dan s'avonds gaat dat van je kredietkaart. Je moet alleen je longvolume ingeven. Wel, je vindt dat knettergek en toch, de machine die zuurstof maakt, dat is de bodem, die hebben we wel geprivatiseerd. Je kunt ergens 8 hectare kopen, geen zak uitsteken, 5 jaar en toch zeggen ik verwacht 6% return on investment. Het is kapitaal. We hebben inkomen uit intellectuele arbeid, uit fysieke arbeid en uit kapitaal. En als bodem een kapitaal is en de aandeelhouders zijn niet wij allemaal, dan gaat het fout. Dus de sharing economy zal ook in de vastgoedsector en in de bodem moeten komen. En dat doen jullie voor een stuk met natuurpunt, dat is bodem kopen en de maatschappij aandeelhouder maken van de planeet. Als ING, en we zijn al 2000 jaar met efficiëntie bezig, de Egyptenaren hebben rond de bomen onder hun rotblokken gestoken om ze naar de piramides te kunnen sleuren zonder dat hun rug nog zoveel zit. Dat is eigenlijk arbeidsduurvermindering. Stoommachine deed hetzelfde. Elektriciteit, internetbankieren, plotseling heeft ING geen personeel meer nodig. Iedereen zit thuis te bankieren, dus die kantoren staan in ING ontslaat 2500 man. Waarom? Omdat men het inkomen van de aandeelhouders van ING wilde veilig. Als nu al de personeelsleden van ING de helft van hun inkomen hadden gekregen uit aandelen in ING, dan waren ze vandaag nog maar de helft van hun inkomen kwijt als je soms staat. Dus de sharing economie zal nodig zijn, want een gratis basisinkomen, de economen zijn het over eens dat we dat op een of andere manier moeten geven, maar dat zomaar uitdelen heeft niet veel zin. Je kan je burgers responsabiliseren en betrekken bij je economie door een duurzame groene economie te maken die enkel nog kwalitatief groeit en niet meer kwantitatief. Dat is wat we daarvoor staan. En ik denk dus dat de collectivisering van heel onze planeet, ons ecologisch probleem is niet meer Vlaams. Onze CO2 waait naar de buurlanden. Hè. Alles is planetair. Ik denk dat dat is de enige manier waarop we kunnen samen het probleem oplossen. Dat is eigenlijk het sharing principe volledig nodig in ons hele maatschappelijk bestaan.